Ik ga iets voor de eerste keer in mijn leven doen. En ik kijk er heel erg naar uit. Goedemorgen, welkom weer bij deze nieuwe video. Ik zeg eigenlijk wel goedemorgen, maar zoals je achter mij ziet, het is al heel erg donker. Hier zie je het ook nog een keer. Oh ja, eigenlijk zie je het niet, dus hier gewoon weer spiegeling. Maar mij en Jeno. Goedemorgen, goedenavond. Goedenavond is het eigenlijk. Goedemorgen. Dat is eigenlijk gewoon te merken. Ik heb dus vandaag voor de eerste keer een steamcoker, een steamer gebruiken. Heb je misschien een tijdje wel gezien toen ik de Little Shop Vlog gemaakt heb? Ja, toen dus heb ik het ook al even eraan getoond. Dat is een manier om gezonder je eten klaar te maken eigenlijk. En, ik heb ook al heel wat groentjes gesneden. Ik heb eigenlijk een heel bord met groentjes. En die gaan we straks eventjes in de steamcoker doen. Zo. En kijken wat er gaat gebeuren. Hè. Zoals je hier ziet, je kan hier echt eens van alles maken. Waaronder ligt een stukje zalm. Hier liggen daar aardappeltjes en hier aan de groentjes. Wij gaan het eventjes zo doen. Wij hebben ook eigenlijk al die verdiepjes. Maar we hebben nu niet die verdiepjes nodig, want we gaan enkel onze groentjes stomen. Dus gaan we dit zo doen. Eerst nog water in doen, inderdaad. En anders gaan we niet echt veel hebben om te stomen. Hè. Ah ja. Ziezo, we hebben hem nu eventjes opgezet. Om even al op te warmen. Er zit ook water in, zoals je hier ziet. En daar nu maar even wachten. Oké, we hebben er dan toch maar twee verdiepjes van gemaakt. Want het zit echt wel best wel vol met groentjes. We hebben heel veel groentjes vandaag. Want we proberen gezonder te leven. Dus nu zijn die groentjes aan het stomen. Hij is hier echt serieus aan het dampen. Dus de stomer werkt goed. De groentjes zijn ook bijna klaar. Ik heb het eventjes gespiekt. Kijk, heel veel rook. Ze zijn bijna klaar. Ook het vlees is bijna klaar en de aardappeltjes die ik in de oven heb zitten zijn ook bijna klaar. Wel, ik ben dus eigenlijk vandaag gegaan voor eventjes om te beginnen, om te testen met even de steamkoker. Ik dacht ik ga enkel vandaag maar de groentjes doen, maar eigenlijk kan je daar perfect je vleesjes, je aardappeltjes en je groentjes gewoon tegelijk in klaarmaken. En dat is echt gewoon easy peasy. Ik moet dan denk ik er nu een paar minuutjes in en het is al bijna klaar. Het gaat echt super snel, dus ben ik wel heel erg tevreden. Daarmee dus, het is echt wel een goede aankoop. Het is ook heel gezonder, hè? Gewoon gestoomde groentjes. Dus al je vitamines blijven ook heel goed bewaard in je groentjes. Dus nee, ben ik echt wel heel erg tevreden mee. Wel, als jij ook maar eventjes het afval gaan wegzetten, dat mag ook wel een keertje gezegd zijnde. Ja. Want morgen komen ze al de PMD ophalen. En wat ook heel erg veel kartonafval en die dingetjes. Dus ja, we zijn bijna klaar om te beginnen aan onze chill avond. Dat is ook wel heel belangrijk. Wij zijn vandaag 55 maanden samen. Dus meestal gaan we dan zo iets speciaals doen, zoals op restaurant gaan. Of de sauna. Of die dingetjes. Zo eigenlijk echt zo proberen altijd wel iets bijzonders te doen. Maar nu hadden we zoiets van, we zijn liever eventjes gewoon nog thuis. We gaan morgen ook al leuke dingetjes doen. We zijn morgen ook al op restaurant. Vandaag gaan we gewoon lekker samen een beetje kokkerellen. Een beetje samen gezellig eten boven, een beetje televisie kijken. Misschien ook nog een bad, dat weet ik nog niet. Gewoon eventjes quality time met ons tweetjes. Even relax. Ziezo, nu kunnen we het uit de potjes doen, hè. Oh, mij is warm. Ja, pak je ook met je gewone handen aan zo'n kokend potje. Mag zeg. Het ziet er niet zo heet uit, hè. Nee, dus het wel. Gevaarlijk. Ik had dat daar straks al een keertje gezegd. Waarschijnlijk zit er nog wel een leuk badmomentje in voor Jeno en mij. Jeno is nu even televisie aan het zien. Maar ik ga eventjes doorheen de donkere gang naar de lichte badkamer. Wow. Even aanpassen. En ik ga hier het badje aanzetten. En dan gaan we dadelijk samen genieten eventjes van ons badje. Eventjes relaxen, eventjes een quality time momentje. En dan zien jullie heel graag morgen weer, want morgen gaan we leuke dingetjes doen. We blijven niet zomaar thuis. We gaan eventjes rijden en we gaan toffe dingen doen. Dus heel graag morgen. Ciao! En doe eventjes een hartje hieronder de reacties als je het leuk vindt dat wij 55 maanden samen zijn. Ciao! Ik was jullie trouwens ook nog vergeten nog te zeggen. Onze groentjes zijn echt veel lekkerder uit de stomer. Ze waren veel sappiger dan dat ik ze gewoon bak. Ze waren echt toppie. Ik vond het echt heerlijk en heerlijk gegeten. Het was toch snel klaar. En dat is wel heel fijn. Ook heel gezond natuurlijk op die manier. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.